Yo mensen, welkom leuk. Ik kan weer kijken naar een nieuwe PM Service Survival dag. En sorry dat er gisteren weer geen aflevering was. Ik zeg dat echt veel te vaak. Maar gisteren was er ook geen episode, want ik was gisteren pas om 5:30 thuis, jongens. 5:30. En ik moest om 6 uur werken. Dus dat is echt een GG. En ik pak meteen even wat eten. Dat was echt. Ik was 5:30 thuis. Ik had het niet verwacht, want ik heb een nieuw rooster. En dit was de eerste keer dat ik het rooster zag, zeg maar. Dus ik zat daar op school tot 4:30. En dan moest ik nog een uur terug met de bus. Dus dat was echt kut. Dus ik was pas 5:30 thuis. Dus nou, ik had echt geen tijd meer of zin om nog een videootje te maken voor jullie. Sorry daarvoor, maar vandaag komt er dus natuurlijk wel weer een video. En ik moet even denken waar ik ook weer gebleven was. Dus de maan is weer mooi. Vorige aflevering was dus Captain Walker was hier. En die heeft dit allemaal gemaakt. Hij heeft één gaatje vergeten. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Ik zit even te kijken. Waarom doe ik iets? Ik weet niet wat ik allemaal doe. Ik moet even in het huisje in. Want ik wil vandaag... ik wil niet dat die creeper gaat ontploffen in ieder geval. Ja, ik had hier dus ook chest gemaakt voor zand. Daar heb ik nog troep eigenlijk. I don't know. Ik moet ook even een eten chest maken eigenlijk. Dit is troep trouwens. Een chest voor eten. En deze moet ook nog. Want hier gingen alle ores in. Ik moet hout hakken. Laten we dat gaan doen in deze episode. En natuurlijk jongens is het weer donker als ik wil gaan opnemen. Oh my god. Nee. Oh my god. Oh my god. Nee. Oeh. Get out of here. Zo hé. Dat was nog best lastig. Oké, ik kreeg weer troep en gunpowder. Dat heb ik allemaal niet nodig. Dus dat kan meteen weer in de troepchest. Oh ja, jongens, ik wil het even met jullie ergens over hebben. Want er komt binnenkort, of zeer binnenkort, misschien deze week al zelfs, een nieuwe serie op mijn kanaal. En ik zal het even uitleggen wat het is. Het is ook survival. Minecraft. Maar ik ga dat doen samen met mijn klasgenoten. Met mijn ongeveer de helft van mijn klas. Die zijn allemaal hartstikke verslaafd aan Minecraft. En vinden het allemaal hartstikke leuk. Is het allemaal gegroeid? Holy shit, nice. Dus dat ga ik doen. Het gaat iets heten van Survival met Sukkels of zo. Zoiets grappigs. En wat het eigenlijk is, ik ga gewoon met mijn klasgenoot op Skype dan zitten. En dan gaan we gewoon gezellig kletsen en een beetje ouwehoeren in Minecraft. Natuurlijk gaan we ook wel survivalen. We gaan zeg maar doen. We gaan een heel. In een map, in een server, gaan wij een hele economie zeg maar, opbouwen. Zeg maar, de spawn wordt een ruilpunt en zo. En. Iedereen heeft een eigen taak, zeg maar. En dat vind ik echt super vet. We hebben het al een beetje over gehad. Natuurlijk helemaal enthousiast in de pauze erover praten. Van, oh my god, ik ga dit doen en blablabla. En het wordt vet, het wordt leuk. En misschien kan ik ook wel veel facecams erbij fixen. Dat ik dus een facecam heb van iedereen die meedoet. Ik weet niet of dat gaat lukken. Of dat ze dat zelfs... Ik weet niet of ze dat willen überhaupt. Ik denk een paar sowieso al. Van een paar weet ik het niet zeker. Maar dus dat ga ik doen, jongens. Survival met mijn klasgenoten wordt hartstikke grappig. Wordt echt... Gewoon een beetje ouwehoeren en een beetje lekker survivalen. Mooi bouwen. Een hele economie opbouwen, zeg maar. Met allemaal... het wordt echt vet. Het wordt echt vet, jongens. Er komen ook wat mods bij in die server. Zoals Traincraft. Dan heb je treinen en zo. Dus dan kunnen we helemaal spoorwegen naar elkaar maken en zo. Dus het wordt echt fucking vet, jongens. Echt serieus. Oh ja, brood. Laat ik brood gaan maken hiervan. Dus dat wordt echt fucking vet, jongens. Echt super vet. Ik heb er echt zo zin in. En ik hoop dat jullie het ook vet vinden, dat het een vet idee klinkt bij jullie nu. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken. Ik hoop dat het een beetje gaat lukken. En niet dat iedereen, zeg maar, tijdens de opnames, dat ze allemaal door elkaar gaan schreeuwen en zo. Maar dat komt dan wel goed. Dat komt vast wel goed. We zijn nu nog bezig met de server fixen. Een beetje de mods in zo. En de mods in zetten. En dat moet nog allemaal nog even gebeuren. Plugins moeten ook nog een beetje aangepast worden en zo. Dat het allemaal gewoon goed speelt. Dit kan hier ook in trouwens. Dit zet ik wel even daar neer trouwens. Zo. There we go. Ik moet ook even een eten chest fixen. Dat ga ik ook even doen. Dus jongens, als jullie dat leuk lijkt. Laat even achter in de reacties wat jullie ervan denken dat dat gaat worden. Ik vind het... het wordt vet. Geloof me, het wordt vet. Dus dan ga ik gewoon zeg maar op één dag. Ga ik gewoon een hele dag met mijn vrienden Skype en opnemen. Dus dan heb ik heel veel... hey Arwen. Heb ik heel veel... video's, zeg maar. Dan ben ik weer klaar voor 2 weken of zo. Dus dan, het worden echt... Nou, het worden lange episodes, zeg maar, van net zoals de PM Survival van 10 tot 20 minuten wordt het. Het wordt hartstikke leuk, jongens. Ik heb er gewoon zo zin in. Alleen, we moeten nog even wachten op de server, want het wil niet echt... Ja, het wil wel lukken. Alleen, we moeten nog... Wat moeten we nou eigenlijk nog doen? I don't know. Ik weet niet wat ze nu allemaal aan het doen zijn. Ja, ik moet de server fixen, jongens. Dat moest ik doen. Maar het komt goed. Ik ga het zo snel mogelijk fixen. En dan maak ik even een leuke thumbnail voor. Ik weet niet of mensen in die thumbnail willen. Mijn klasgenoten met hun gezicht en zo. Lijkt me wel grappig. Ik weet niet of ze dat willen. Maar anders doe ik het gewoon. Dat ze het niet doorhebben. Nou, eens kijken mijn video's ook. Dus dat gaat sowieso niet. Hello there. Hoe kom jij daar ineens in, bruh? Doei. Hey, nog meer Arwen. Nice. Dank je dat je het even aangaf, creepertje. There we go.
Dus jongens, en dan moet je niet denken van dat mijn klasgenoten dik 14 zijn of zo, 12. Nee joh, ik zit op mbo eerstejaars, niveau 4. En ik heb twee klasgenoten, eentje van, of twee klasgenoten, ik heb twee echt, nou ja, oudere klasgenoten dan ik. Die zijn, dan heb je Valentijn heet hij. En hij is 20, dacht ik. Volgens mij wordt hij bijna 21. En dan hebben we Tonko. En hij is ook 21, dacht ik. En dan hebben we nog de rest. En die is ongeveer even oud als ik. Dus ook 17 ongeveer. Dus het wordt heus geen kinderachtige zooi. Nou ja. Dat kan ik niet beloven. Maar het wordt wel natuurlijk wel kinderachtige zooi. Maar het wordt wel leuk, jongens. Het wordt leuk. Dus ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik. Nou ja, niet dat jullie het nu ook kunnen zeggen. Maar het wordt leuk. Wat kom ik hier doen? Oh ja, troep wou ik hier neerleggen. There we go. Hey, ik heb ook weer bones trouwens. Ik heb er even boommeel van maken. 11 boommeel, nice. En we hebben hout, super veel hout. En dan ga ik even chesten van maken nu. Zodat wij de chestenkamer een beetje vol kunnen proppen. En dan ga ik even naar mijn koetjes toe. Die moeten... Hey, oh ja, ik had sheeps. Oh ja. Vorige episode heb ik sheeps gekregen van Captain Walker. Alleen, ik weet niet waar ik die neer moet zetten. Want dit stukje is eigenlijk al bezet voor de koeien. Dus... Ja, ik kan ze bij elkaar doen. Dat kan natuurlijk. Maar het is leuk als je ze apart hebt. Maar waar? Ik heb geen ruimte meer. Ja, hier. Maar dat is net zo mooi. Ik heb het net allemaal zo mooi in een hoekje gepropt, zeg maar. En nu heb ik niet echt meer de optie om het anders te doen. I don't know, jongens. Ik moet even kijken zo. Wacht, ik maak eerst even... Wacht, nog eentje erbij, anders klopt het niet. Het moet wel een even aantal zijn natuurlijk. Derby. Nee, wacht. Nee, het moet geen even aantal zijn, want er is al eentje. Nou, dan maar zo. Nummer 9. Ik moet even, waar moet ik die schapen kwijt? Ik kan ze erbij doen. Voor tijdelijk kan ook misschien. Maar ik vind het leuker als ze ergens anders zitten. Het wordt hier nu even heel donker, jongens. Oh. Dan moet ik ze wel goed plaatsen, natuurlijk. There we go. Torch. Ja, nice. Zo. En daar, en dan kom ik er 2 tekort. Hoe kan dat? I don't know. Ik heb jeuk in mijn oog. En ik moet de hele tijd boeren, jongens. Ik weet niet wat het is. Ik heb... Nou, het is wel een grappig verhaaltje eigenlijk. Nou, het is niet eens een verhaaltje. Maar ik heb... ik ben nogal verslaafd. Ik hou heel erg van optimaal drank. En mijn vader heeft de laatste tijd... Of hij haalt dus de boodschappen. En eerst had ik altijd... Ik weet niet waar ik jullie over dit vertel, maar... Eerst had ik altijd aardbeien, optimaal, en kersen. En nu heeft hij banaan meegenomen. En ik ga echt boeren van dat banaan. Ik heb het hier trouwens nog staan. Kijk, het is nog wat. En ik ga een slokje nemen. Misschien ga ik wel een boer, I don't know. Maar in ieder geval, ik weet niet wat er in die bananen zit of zo, maar... je mag het ook aan Bo vragen. Ik ben echt aan het boeren, jongen. Dat gaat echt nergens over. En het komt gewoon. En natuurlijk laat ik het gaan, want ja, het is gewoon grappig. Maar ja, weet je, YOLO of zo. I don't know, waarom zei ik dat? Ik weet het niet. Come on. Oké, jullie twee mogen wel even, want jullie stonden toch in een hoekje. Oh, ik heb nog veel meer. Yo, jullie krijgen allemaal happy time. Oh, geef hier. Kom maar. Here we go. Jullie hadden er 1, dan jij, en dan is hij alleen. Oh, I'm sorry, dan ga je dood. Want ik heb jouw ladder nodig, bruh. En dan vermoord ik ook meteen de vader weer even. Kom hier. Oh, die gaf veel ladder, die gaf 3 ladder. Oké, dan koek er nog eentje. Jij. Oeh, nice. Dan heb ik nu 4 ladder, dat zijn 4 item frames. Misschien is dat genoeg voor op de chesten. Ga even aan de kant, wil je? Get out of here. Ik moet hem, ja. Ja, nice. Ik dacht dat het eruit ging lopen. Dan moet ik ook even sticks maken weer. Want wij hebben genoeg hout. Genoeg, jongens. Hoop ik. Dan maak ik even een stuk of 7 of zo. I don't know wat genoeg is. Dan moet hij dus 4 keer rond. 1, 2, 3, 4. Ik doe dat echt heel onhandig. Ah, ik kom echt 1 tekort gewoon. Wat de hel. Oh my god, dit meen je niet. Nou, nog een keer. Of kwam ik er 2 tekort? Ik zag het niet. Nou, zo dan maar. En dan weer de item frame erin. Huh? Nee, niet item frame. De ladder moet erin. Goddammit, ik kan niet meer focussen, jongens. Ik weet het allemaal niet meer. Wat erg. Wat erg dit. Hé, ik heb nog 2 chesten over, zag ik. Waarom heb ik die niet geplaatst? I don't even know. Daar eentje. En hier. En hop, dat komt precies goed uit. Dan was hier de ores. Dus ik pak gewoon even een iron van mezelf. Nee, wacht. Dat ga ik niet met iron doen. Dat doe ik gewoon met gold. Gold is toch useless. Zo, dan kan die daarin. Een iron kan daar ook weer bij. En heb ik nog meer? Nee, ik heb nog niet meer ores. Cobblestone kan hierin. Een etenschest heb ik ook nodig. Die wordt dan daar, denk ik. Of deze. Nee, dat wordt deze. Het wordt de etenschest. Doe ik hier gewoon een broodje in. En die doe ik gewoon, zeg maar... Nou, ik hou het brood gewoon bij me. Die doe ik gewoon de... Wacht, dan moet ik even dat gaan bakken.
Heb ik nog... Nee, ik heb ook geen carrots meer. Die moet ik ook even gaan, gaan farmen. Want die zijn ook al lang gegroeid. Dus dat doe ik even hierin. Oh, ik heb ook nog een iron, zie ik. Nice. En gewoon dat. Nou, dat is niet genoeg, hè. Ik heb geen kool meer. Ik moet weer even gaan minen, denk ik, jongens. Ik ben niet zo heel veel aan het minen, trouwens. En ik moet ook op een gegeven moment natuurlijk diamond hebben en zo. Maar ik vind het eerst gewoon belangrijker dat ik mijn eilandje mooi maak. En ik vind dat ik dat nu al aardig gelukt heb. Dat het nu aardig gelukt is. Moeten er nog eindelijk nog meer huisjes komen. En natuurlijk nog een toren voor op de berg. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden, want ik heb nog niet zo heel vaak een toren gebouwd in Minecraft. En jullie weten, mijn bouwskills zijn niet optimaal, dus je weet hoe dat eruit gaat zien. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben benieuwd. Ik weet het niet. Maar eerst even de carrots harvesten. Hier natuurlijk ook. Oeh, ik wilde niet opspringen, want ik weet niet of het dan... Nou, het gaat niet echt kapot, hè? Oeh, damn it! Dat was niet de bedoeling. Nou ja, dan maar gewoon zo. Hoppakee, there we go. Dan heb ik 28. Hoeveel krijg ik daar... Of hoeveel hou ik daarvan over? Ik denk wel... Nee! Oh, ik sprong in het water. Dat was echt een save. 16. Oké, chill. Dan ga ik die gewoon even wegleggen, want dat heb ik nu toch niet nodig. In mijn Aiden's chest. There we go. Nee, wacht. Ik doe de zaadjes. De seeds. De zaadjes. Wat? Onderin. Dan komen hier alle groenten. En dan komen hier, zeg maar... al het cooked eten. Dus dit kan nu even daar, want we hebben het al niet nodig. Dus jongens, het gaat lekker. Het gaat lekker. Ik ben blij hoe het nu gaat. Cooked steak. Doe nog maar eentje erbij. Maar ik ga denk ik alvast een beginnetje maken aan mijn toren. En ik wil het niet... Ik wil totaal niet op internet kijken of zo van... Hoe moet je een Minecraft toren maken? Dus weet je, ik ga gewoon beginnen. Ik pak even cobblestone. There we go. En ik ga gewoon beginnen. Laten we gewoon... Ik weet niet waar die moet... Wacht, ik maak eerst een weggetje heen. Dat lijkt me het slimst om te doen. Ik denk dat hij dan van de achterkant van het huisje wel kan op zich. Of hij kan... Hier misschien, dat hij hier zo omhoog gaat. Dat is misschien wel leuk. Fucking gefluit de hele tijd. Ik weet nog steeds niet wat het is. Dat hoort gewoon bij de texture pack of zo. Weet je wat ik even ga doen? Ik ga dit even weghalen, dat dit één recht stuk wordt. Niet uitgaan. Oh, ik heb nog heel veel fences. Nou, weet je, ga even weg. Zo, dan maak ik dit ook gelijk even dicht. En haal ik deze rij weg. Oh god, niet goed. Dan haal ik deze rij weg. Deze hier vooraan. Zodat ik hier dan een paardje kan maken. Van gravel en cobblestone natuurlijk. Moet ik weer even Captain Walker vragen, want ik heb niet zoveel gravel meer. Dus dan gaat dat hier zo heen. En dan kun jij hier, moet ik dan even zo'n wegje naar boven fixen. Dus dat gaan we gewoon ook gelijk even doen. Zit wel een beetje met dat dak in de weg. Nou, dat valt denk ik ook wel mee. Als ik het een beetje zo doe. En dan dat ik hier slabs omheen doe. En dan kan je hier zo op. Oh, dat zit wel een beetje in de weg. Nou, boeien. Dan moet die boom even weg. Die boomstam, get out of here. Gewoon zo hoog mogelijk weghakken. There we go. Dan heb ik ook gelijk weer wat hout. En dan moet het zo omhoog. En even kijken hoe het dan uitkomt. Het is wel een beetje donker hier. Komt door de texture pack. I know. Of door de shaders. Sorry. Ja, dan wordt het zo'n leuk wegje omhoog. En dan wil ik mijn toren... Ongeveer, even kijken wat is leuk. Ik wil hem ongeveer hier hebben, denk ik. Ja, hier. Ja, hier. Hier wordt het. Nee, of eentje lager. Het wordt of hier of hier. Ik pak wel even de iron trouwens. Thank you very much. Oh, nice. Nog meer. Nice. En ik zag hier ook coal. Chill. Oké, waar zou ik het doen? Ik maak gelijk even toortjes dan. Oh, ik heb nog toortjes. Dan zet ik hier even eentje neer en ik hou hem gewoon even vast. Dan wordt het ook weer licht. Ik denk dat ik hem hier doe. Dat is denk ik... Ja, dat is beter. Oké. Laten we dit even allemaal vlak gaan maken. Ik heb geen idee hoe groot een toren moet zijn van de onderkant. Ik weet het gewoon niet, jongens. I don't know. Ik weet nog niet wat voor vorm ik wil hebben eigenlijk. Maar ik maak dit gewoon eerst even allemaal een soort van vlak. Dit moet natuurlijk... Ja, dit is niet groot genoeg, joh. Laten we dit gewoon even twee verder zo. En dan zie ik... Oh, nice. Weer coal. Ja, en hier ook weer iron. Het is wel donker hier, jongens. I know. Ik zet toch een torch neer. There you go. Halen we dit even allemaal weg. En dan... Jongens, ik ga het gewoon aan jullie vragen. Hoe maak je een mooie toren in Minecraft? En hoe moet dan de onderkant? Moet dat rechthoekig? Moet dat rond? Nou, dat kan natuurlijk niet in Minecraft, maar je weet wat ik bedoel, ongeveer die vorm. En ja, laat gewoon tips achter in de reacties, jongens. Dat zou heel fijn zijn. En dan gaan natuurlijk ook vandaag of eigenlijk morgen een invite uit. Dus vandaag ga je kijken wie de invite gewonnen heeft. En dan gaat hij morgen op dag 16 gaat hij eruit. Dus jongens, als jullie een invite willen, moet je sowieso op deze video een duimpje omhoog achterlaten. En in de reactie zetten waarom jij een PM-server wilt. En dan kies ik jou misschien wel uit voor de invite morgen dus. Dus dat is hartstikke leuk. Dus als jij erin wilt, moet je even je best doen en even een duimpje omhoog doen. En even in de reactie achterlaten waarom jij erin wilt. En dan ga ik daar even doorheen spitten. Kijken wie ik erin ga doen, zeg maar. Wie ik erin ga doen. Nou, weet je, ik laat het gewoon eerst even zo. Ik ga eerst even kijken wat voor tips jullie hebben.
Dus als jullie dat ook nog even in de reacties willen zetten, hoe ik een goede toren kan maken, of een mooie toren. Nou, hij hoeft niet echt... Ja, hij moet natuurlijk wel mooi zijn, maar niet echt dikke, dikke... Dat hij echt fucking mooi is, want dat kan ik gewoon niet. Dat kan ik niet, jongens. Nou, ik kan het proberen. Laten we het gewoon proberen. Dus dit is nu een beetje vlak. Hier komt mijn torentje dan, helemaal erboven. En dit is dan het einde van de episode, jongens. Dus ik zeg nogmaals, als jij in de PM Survival Server wilt, dan moet jij... Oh god, ga alsjeblieft weg. Nee, please. Dan moet jij... Nee, wacht, ik moet eerst even... Ja, daar, there we go. Dan moet jij op deze video een duimpje omhoog achterlaten en in de reacties zetten waarom jij in de PM Server wilt. En dan kreeg ik jou misschien wel uit. En die schapen doe ik de volgende keer wel. Maar jongens, ik wil jullie even bedanken voor het kijken van deze video. En ik zeg later... Ja.